Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is David. Ik ben Guus. En vandaag gaan we de Anabole Challenge doen. Wil je kaarten aan of uit? Dat je geen rood kan krijgen. Nee joh, aan. Aan? Nou, ja. Dan gaan we hierheen. Springsnelheid, duurt best lang. Vaardigheid, doelman. Heel goed of heel slecht? Heel goed? Zullen we die gewoon normaal houden? Ja. Niet dat het heel veel uitmaakt. Ik kan hem ook 0 doen. Ik kan ook alles gewoon 0. Dat sprint nog wat, dus dat, ik weet niet wat dat betekent. Sprintfrequentie. Dus... Oh. Lastig woord, hè? Ja. Betekent dat of zeg? Frequentie. Ik zit pas in gebak. We doen gewoon lekker met die 5x vierkantje. Oké, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ik heb Engeland. Zweden, nee. je hebt geen vierkantje gedaan, hè? Wel. Kan terugzien. Natuurlijk word ik er Zweden. 1, 2, 3, 4. Ah, Leicester. Oeh. Oh nee, dit wordt leuk. Ja, daarom. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor team je nu hebt. Maar dan heb je India van een half sterretje tegen de beste club van de wereld, Real Madrid dus. Nou, zeker niet. Zeker, dat weten we wel. Ik rijd gewoon schuin. Als ik weer verlies geef, ligt het weer aan het team, hè? Dat weet je. Altijd bij jou. Ja, nee, dat is. Ik kan er gewoon geen hout van. Geen hout? Mop, we gaan. Oh nee, nee, nee. Dat is weg. Mooi. Mooi. Nee. Zie jij, hij schiet. Nou gaat het snel hoor. Ja, dat zijn zo snel. Nou ga ik ook even een goal maken. Echt waar. Het begint weer goed, hè? Zeker, maar gebruik jij Anabole? Het is toch een Anabole challenge. Nee. Nee. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Wat je met die dingen? Jij? Wat denk je zelf? Ben je van plan om ze ooit te gebruiken? Wat denk je zelf? Neem aan van niet. Nee. Maak je lichaam alleen maar kapot, die dingen. Ja. Ik ben sowieso een goede sportman, dus. Ja, dat zal wel. Goede sportman. Ja. Het ligt gewoon aan het team, hè, wat je hebt. Ja, ga je. Ja, doei. Doei, was gezellig. Ik heb gewonnen. Ben je aan het verliezen? Sukkel. Zo. Soms glitch jij wel een beetje. Juist mooie paas, hoor. Mooie paas en een mooie goal. Ik van die gozer, hoor. Ja, wat een snelheid. Wat? Dat zag jij, hè? Nee, corner. Corners, dat is gevaarlijk. Echt waar. Corners zijn echt heel erg gevaarlijk. Zie je. Ja, zie het ook. Zo. Gaan we nou zo spelen? Ja. Kan je weer niet winnen. Het is nu 72. Ja, 72, dubbele punt. Wat is. Jongens, van miljoen meter is nog gevaarlijk. Al is dat van miljoen meter is het nog gevaarlijk, zeg ik toch. Dan gaat hij nog gesnuiken ook. Hij gaat me lekker jammeren. Juist, dat is nou voetbal. Kijk, weet je wat ook voetbal is? Dat. Nee. Hij had al geel. Dat is geen voetbal. Hij had al geel. Ui. Ja, wat doe je? Dat naar voren. Vraag je zijds. Ik moet het duidelijk niet op 9 meter. Oh, maakt het niet uit. Staat hij op 100 meter. Ik ga even inrennen. Juist. Zij moet af inrennen spelen. Nee, mij wel. Nee. Juist. Ik kan nu alleen maar weer juist zeggen. Zo! Dankzij dat is iets leuks voor de kijkers. Je bent niet zo goed bij FIFA. Niet met zo'n team. Hey Jeff, kom eens hier. Ja, kom eens. Schiet jij kom eens. Wat?
Als jij op voetbal zou zitten, hè? Ja. Ik denk even serieus dat jij sowieso schiet, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is echt wel mijn... Ah, ja. Maar scoort hij, of niet? Ja, maar kijk even hoe mooi dat voetje er tegenaan komt. Oeh, wat een... Het is gewoon ballet, dit. Ik denk dat jij sowieso schiet, hè? Denk ik ook. Maar als hij zit, dan zit hij wel. Ja, maar dat is niet heel lastig. Mm. Het is tegen David, hè? Ja, hij is slecht ook gewoon. Ja. Ja. Je kan slecht tegen je verlies, jij, man. Je wilt iedere keer goed zijn. Hey, weet je wat ik wel voor? Misschien kunnen we een volgende video maken met jou dat je... Wat ik? Of je goed... weet ik veel. Een video dat je gewoon beter tegen je verlies kan. Dat kan ik wel, alleen. Weet je wel wat ik gehoord heb? Dat die gasten van Rijnsburg echt heel slecht zijn in FIFA. Oh ja, dat wordt leuk. Er zit wel een livestreamer tussen bij Rijnsburg. Bo? Ja. Ik kan wel FIFA... Alleen niet met zo'n team. Ik had twee... Ja, je team? Ja. Dacht die reis met de boys nou maar uit. Go! Het ging echt net zo lekker. Het liep lekker in elkaar over. Ja. Ga er uit in de tussendoor. Dus gasten van Rijnsburg, volgende week zitten jullie hier ook. We maken jullie in. Mag jij het doen. Jij tegen Bo, kijk wie het beste is. Het is wel te hopen voor je dat je dan een keer wint.